Voor de verkiezingen was hij er duidelijk over. Er is een klimaatprobleem. Het is alleen buiten iedere proportie dat wij alleen aan klimaat 28 miljard uitgeven om 0,000 zoveel graden minder de temperatuur te laten stijgen. De hysterische reductie van CO2 moet stoppen, vindt de PVV. Maar dat kan zomaar niet, schrijven ambtenaren vandaag in dit advies aan het volgend kabinet. Als het nieuwe kabinet nou minder aan klimaatbeleid wil doen, kan dat eigenlijk? Dat kan, maar in beperkte mate, omdat je dus in een beweging zit van Europa, waar Europa op weg is naar klimaatneutraliteit, op weg is naar 55% reductie in 2030. Dus die Europese stroom met een emissiehandelssysteem waar de industrie mee te maken heeft, de energiesector, die gaat onherroepelijk door. De klimaatwet verplicht Nederland in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten. Ook een volgend kabinet is gebonden aan die afspraken, zegt de voorzitter van de ambtelijke werkgroep. Dus je zit aan die ondergrens van wat er vanuit Europa sowieso in feite is afgesproken. Moet. Moet. En als je daaronder gaat zitten, ja, dan loop je natuurlijk het risico op boetes, op ingebrekenstelling. Ja, allemaal dingen die je ergste vijand niet toewenst. Nou ja, er zijn natuurlijk in Europa in het recente verleden landen zoals Hongarije geweest. Die hebben die boetes voor lief genomen en gedacht, ja, wij doen niet wat u wil. Ja, dat zijn nou niet op dit moment denk ik de landen die in Europa economisch voorop lopen. Een nieuw kabinet ontkomt bijna niet aan meer in plaats van minder klimaatmaatregelen. Die zullen opnieuw miljarden kosten, zo schrijven de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om het huidige klimaatdoel van 55% emissiereductie te halen, is additioneel beleid nodig. Dit betekent concreet dat moeilijke keuzes nodig zijn in de landbouw en in de mobiliteit. Ja, kijk, het goede nieuws is dus, er is verschrikkelijk veel beleid in gang gezet afgelopen jaren in Nederland. En wat dat betreft is men goed op weg naar die 55%, maar het gaat niet vanzelf goed. Er zal meer moeten gebeuren en met name die sectoren die nog relatief weinig hebben gedaan, zoals landbouw en mobiliteit, zullen echt het been moeten bijtrekken. De formerende partijen doen er goed aan de klimaatpijnpunten alvast te bespreken, zoals over landbouw. Dat betekent in de landbouw dat je wat al eerder op tafel lag natuurlijk moet kijken naar inkrimping van de veestapel, om maar één voorbeeld te noemen. Is dat onvermijdelijk? Vermoedelijk is dat onvermijdelijk. Tenzij je zulke briljante andere oplossingen kunt verzinnen om de emissies omlaag te krijgen, dan zou het ook kunnen. Maar die bent u niet tegengekomen? Die zijn wij nog niet tegengekomen. Het volgend kabinet zal ook een knoop moeten doorhakken over rekeningrijden. Het gaat over meer betalen naar gebruik, zoals het dan deftig heet. Dat zal waarschijnlijk ook niet aan te ontkomen zijn. Maar ook meer elektrisch rijden, dat soort dingen helpt ook enorm. De overgang van fossiel naar duurzaam moet in 2050 voltooid zijn. Ook daar kan het volgend kabinet volgens het advies niet onderuit. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, conform de Europese en Nationale Klimaatwet, zal Nederland de grootste en meest ingrijpende stappen nog moeten nemen. Je kunt natuurlijk het kalmer aandoen, maar wat ik al zei, dan ga je dus achter in de bus zitten in Europa. Dan kun je niet meer mee bepalen met wat er gaat gebeuren. Dan geef je de bedrijven minder perspectief op waar het uiteindelijk toch naartoe gaat. Dat leidt tot onzekerheid, dat leidt tot het uitstellen van investeringsbeslissingen. En dat leidt per definitie tot een verslechtering van het investeringsklimaat in Nederland. Dat zou super jammer zijn. Ja, Arjan Noorlander, meer maatregelen zijn kennelijk nodig. Maar de winnaar van de verkiezingen wil daar niet aan. Wat betekent dit voor de formatie? Tja, ja, winnen van de verkiezingen is leuk, maar regeren is ingewikkeld en doet pijn. Pijn ook vooral omdat je dan de beslissingen en de compromissen moet gaan uitleggen aan je eigen achterban. En als je aan de spelregels houdt, dan moet je houden aan de rechtsstaat. Dan moet je houden aan de afspraken die je hebt gemaakt, ook internationaal. En dan moet je dus inderdaad gaan houden aan de klimaatregels. En ik denk dat partijen als de VVD en NSC van Pieter Omtzigt zullen zeggen, als wij daar iets aan willen veranderen en minder aan die klimaatdoelen willen doen, dan moeten we dat gewoon met die partijen gaan overleggen. En dan moeten we kijken of we tot een akkoord kunnen komen om dat echt anders te doen.
En dan kom je in de normale politiek terecht, de politiek die lang duurt om iets te veranderen. Wat je ook kan doen, en daar ging het net ook al over, is de kont tegen de krip gooien. Misschien wel net als Hongarije en Polen dat hebben gedaan en zeggen, we trekken ons helemaal niets meer aan van het klimaatbeleid. We duwen het opzij, niks doelen. We gaan het geld de komende jaren uitgeven aan andere zaken die we belangrijker vinden. Dat kun je vinden. Maar dan zal je er dus ook met al die partijen die tot een meerderheid moeten komen, uit moeten komen. Nou, hou er maar rekening mee, want men gaat er een beetje vanuit dat bijvoorbeeld Geert Wilders dat graag wil. Zet al dat klimaatbeleid maar buiten de deur. Dat die koppeltjes die ook deze week gaan praten met de vraag op tafel, is het überhaupt mogelijk om een kabinet op rechts te formeren, juist dit soort vragen op tafel leggen. Hoe serieus nemen we het beleid wat er al is? Hoe serieus nemen we de rechtsstaat? En hoe ver durven we te gaan? Het is het gesprek wat ongetwijfeld morgenochtend, als het eerste koppeltje aan tafel zit, direct over zal beginnen. Arjan Noorlander in Den Haag. Dankjewel.